om via leerpaden de leerstof van het volgende thema te overlopen en in te vullen, gaan we als volgt te werk. Je ziet hier bij je vak, bij al deze tabbladen, zie je hier leerpaden staan. Als je daarop klikt, zo, op die manier, dan krijg je hier het leerpad Techniek Interactief. Dat is het thema dat we nu aan het behandelen zijn. Als je daarop klikt, dan kom je in het leerpad terecht. Links zie je alle stappen die je moet doorlopen en rechts krijg je te zien wat er eigenlijk van jou verwacht wordt. Bijvoorbeeld, we zien in ons boek hier het technisch proces, wel dat staat op bladzijde 3. Taakje 1, bladzijde 3, als ik daarop klik, dan zie ik hier lees aandachtig bladzijde 3 en probeer de vragen in te vullen. Dus je gaat in je boek naar bladzijde 3 en je probeert die vragen in te vullen. Het volgende hoofdstuk is ik leer de taal van een computer begrijpen. En dat begint op bladzijde 2. Dus ik klik nu op bladzijde 2, op taak 2, bladzijde 4 en 5. En dan zie ik hier staan, ik lees aandachtig bladzijde 4 en 5 en probeer vraag 1 nauwkeurig in te vullen. Je doet dat dan, je probeert die vraag nauwkeurig in te vullen en dan ga je weer naar het volgende. Het volgende is een weblink. Dus wat is een programmeertaal? Dat betekent, als je daarop klikt, dan staat hier: bekijk aandachtig het volgende videofragment. Als je daar dan op klikt, dan ga je, in dit geval is het YouTube, openen. En gaat er een filmpje starten dat je moet bekijken. Goed, ik ga even terug naar Smart School. En dan ga ik, als ik dat bekeken heb, naar puntje 3. En daar staat nu: lees, probeer nu opdracht 2 op bladzijde 5 op te lossen. En zo ga je verder. Puntje 4. Probeer dat te doen. De volgende is weer een video die je moet openen en bekijken. En dan puntje 5 is bladzijde 7. Je ziet hier ook telkens een vinkje achter verschijnen als je die opdracht gedaan hebt. Zo weet je, als je bijvoorbeeld stopt halfweg dit leerpad en je komt achteraf terug, dat je ziet waar je gebleven bent. Ik kan dan ook bekijken of je het leerpad doorlopen hebt, ja of nee.